Jezus de wens der eeuwen, hoofdstuk 15. Op het bruiloftsfeest. Jezus begon zijn werk niet met een grote daad voor het Sanhedrin in Jeruzalem. Zijn macht werd aangewend in een huiselijke bijeenkomst in een stadje in Galilea, om bij te dragen tot het vreugde van een bruiloftsfeest. Op deze wijze toonde hij zijn medeleven met de mensen en zijn verlangen om bij te dragen tot hun geluk. In de woestijn van de verzoeking had hij de beker van de smart gedronken. Hij was gekomen om aan de mensen zegeningen te brengen en door zijn zegen de familiebanden te heiligen. Jezus was van de Jordaan teruggekeerd naar Galilea. In Cana, een stadje, niet ver van Nazareth, zou een bruiloftsfeest gehouden worden. De gasten waren verwanten van Jozef en Maria. Jezus, die op de hoogte was van deze bijeenkomst, ging met zijn discipelen naar Cana en werd daar uitgenodigd voor het feest. Hier ontmoette hij zijn moeder, die hij geruime tijd niet had gezien. Maria had gehoord wat er bij zijn doop in de Jordaan was gebeurd. Het nieuws was naar Nazareth gebracht en had de dingen die zo lang geleden gebeurd waren en die diep in haar hart waren weggeborgen, weer levendig in herinnering gebracht. Evenals heel Israël was Maria diep bewogen door het werk van Johannes de Doper. Zij herinnerde zich nog heel goed wat er bij zijn geboorte was geprofeteerd. Nu leefde haar hoop weer op vanwege zijn betrekking tot Jezus. Maar ze had ook gehoord van het raadselachtig vertrek van Jezus naar de woestijn en werd terneergedrukt door angstige voorgevoelens. Vanaf de dag dat zij de aankondiging van de engel in haar huis in Nazareth had vernomen, had Maria elk bewijs dat Jezus de Messias was als een schat in haar hart bewaard. Zijn liefdevol, onzelfzuchtig leven gaf haar de verzekering dat hij niemand anders kon zijn dan de door God gezondene. Toch had ook zij tijden van twijfel en teleurstellingen en ze zag uit naar de tijd dat zijn heerlijkheid geopenbaard zou worden. Jozef was haar door de dood ontvallen. Deze was ook op de hoogte geweest van het raadsel rond de geboorte van Jezus. Er was nu niemand met wie zij haar hoop en haar vrees kon delen. De afgelopen 2 maanden waren vol verdriet geweest. Ze was van Jezus, in wiens medelijden zij troost had gevonden, gescheiden. Ze dacht na over de woorden van Simeon: en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Ze herinnerde zich de 3 dagen van zielsangst, toen ze meende dat ze Jezus voor altijd kwijt was. Vol onrust wachtte ze op zijn terugkeer. Op het bruiloftsfeest ontmoet zij hem, diezelfde tedere, plichtsgetrouwe zoon. Toch is hij veranderd. Zijn gelaat draagt de sporen van zijn strijd in de woestijn, en een nieuwe uitdrukking van waardigheid en macht levert het bewijs van zijn goddelijke zending. Er is een groep jonge mannen bij hem, die hem met ogen vol eerbied volgen en die hem meester noemen. Deze mannen vertellen Maria wat zij bij de doop en elders gezien en gehoord hebben. Ze besluiten met te zeggen: wij hebben hem gevonden, van wie Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten. Terwijl de gasten bijeenkomen, schijnen velen bezig te zijn met een onderwerp dat hun aandacht volkomen in beslag neemt. Een onderdrukte opwinding heerst onder het gezelschap. Kleine groepjes praten samen op vurige, maar toch rustige toon en werpen verbaasde blikken op de zoon van Maria. Toen Maria het getuigenis van de discipelen over Jezus had gehoord, was zij verblijd door de zekerheid dat haar lang gekoesterde hoop niet vergeefs was geweest. Toch zou ze meer dan menselijk zijn geweest als deze heilige vreugde niet vermengd was geweest met een spoor van natuurlijke trots van een liefhebbende moeder. Toen ze zag hoeveel blikken er op Jezus werden geworpen, verlangde zij ernaar dat hij aan het gezelschap zou bewijzen dat hij Gods zoon was. Ze hoopte dat zich een gelegenheid zou voordoen dat hij voor hen een wonder zou kunnen doen. Het was in die tijd gebruikelijk dat een bruiloftsfeest verscheidene dagen duurde. Bij deze gelegenheid kwam men voor het einde van het feest tot de ontdekking dat er geen wijn meer was.
Deze ontdekking veroorzaakte veel verwarring en spijt. Het was niet gebruikelijk het op feestelijke bijeenkomsten zonder wijn te stellen. Een gebrek aan wijn zou wijzen op gebrek aan gastvrijheid. Maria had als bloedverwante van het jonge paar geholpen met de voorbereidingen van het feest. En ze zei nu tot Jezus, zij hebben geen wijn. In deze woorden lag opgesloten dat hij in hun behoeften zou kunnen voorzien. Maar Jezus antwoordde, vrouwen, wat heb ik met u van noden? Mijn uur is nog niet gekomen. Hoe kortaf ons dit antwoord ook mag schijnen, toch was het geen uiting van koelheid of onbeleefdheid. De manier waarop de heiland zijn moeder aansprak, was in overeenstemming met het Oosters gebruik, tegenover personen aan wie men eerbied wilde tonen. Iedere daad in het aardse leven van Christus was in overeenstemming met het gebod dat hij zelf gegeven had. Eer uw vader en uw moeder. Toen Jezus aan het kruis hing en zijn laatste daad van tederheid aan zijn moeder bewees, sprak hij haar op dezelfde wijze aan toen hij haar toevertrouwde aan de zorg van de discipel van wie hij het meeste hield. Zowel op de bruiloft als aan het kruis verklaarde de liefde in woord en blik de betekenis van zijn woorden. Toen hij als jongen de tempel bezocht en daar het geheim van zijn levenstaak zich aan hem ontvouwde, had Christus tegen Maria gezegd, wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders? Deze woorden vormden de kern van heel zijn leven en werk. Alles hing af van zijn werk, het verlossingswerk waarvoor hij in de wereld gekomen was. Nu herhaalde hij deze les. Het gevaar bestond dat Maria zou menen dat haar verwantschap met Jezus haar een bijzondere aanspraak op hem gaf en dat zij een zeker recht had hem te zeggen wat hij moest doen. Hij was 30 jaar lang haar gehoorzame en liefhebbende zoon geweest. Deze liefde was niet veranderd, maar hij moest nu het werk van zijn vader doen. Als zoon van de Allerhoogste en verlosser van de wereld mochten geen aardse banden hem afhouden van het werk of zijn gedrag beïnvloeden. Hij moest vrij zijn om Gods wil te volbrengen. Deze les geldt ook voor ons. Gods aanspraken gaan zelfs familiebanden te boven. Geen enkele aardse aantrekkingskracht mag ons weerhouden de weg te gaan die Hij ons aanwijst. De enige hoop op redding van het verloren mensdom is in Christus. Maria kon alleen gered worden door het Lam van God. Van zichzelf bezat zij geen verdiensten. Haar betrekking tot Jezus plaatste haar niet in een bevoorrechte geestelijke positie, vergeleken met die van andere mensen. Dit komt tot uitdrukking in de woorden van de heiland. Hij laat haar het verschil zien tussen zijn betrekking tot haar als mensenzoon en zoon van God. De band van bloedverwantschap plaatste haar niet op gelijke voet met hem. De woorden, mijn uur is nog niet gekomen, wijzen op het feit dat iedere daad in Christus leven overeenstemming was met het plan dat van eeuwigheid af had bestaan. Eer hij naar deze aarde kwam, lag het plan voor hem, in alle opzichten volmaakt. Maar toen hij onder de mensen was, werd hij stap voor stap door de wil van de Vader geleid. Hij aarzelde niet op het juiste tijdstip te handelen. Met dezelfde onderworpenheid wachtte hij tot de tijd was aangebroken. Toen Jezus tot Maria zei dat zijn uren nog niet gekomen was, gaf hij antwoord op haar onuitgesproken gedachten, op de verwachting die zij met andere mensen koesterde. Zij hoopte dat hij zich zou openbaren als de Messias en dat hij op de troon van Israël zou plaatsnemen. Maar de tijd was nog niet gekomen. Jezus had niet als koning, maar als een man van smarten, vertrouwd met ziekte, het lot der mensheid aanvaard. Hoewel Maria geen juiste voorstelling had van het werk van Christus, vertrouwde ze hem onvoorwaardelijk. Jezus beloonde dit geloof. Hij deed zijn eerste wonder om het vertrouwen van Maria te eren en het geloof van zijn discipelen te versterken. De laatste zouden voor veel grote verleidingen tot ongeloof komen te staan. Voor hen hadden de profetieën absoluut duidelijk gemaakt dat Jezus de Messias was. Ze verwachtten dat de godsdienstige leiders hem vol geloof zouden aannemen.
Ze maakten aan de mensen de wonderwerken van Christus en hun eigen vertrouwen in zijn werk bekend. Maar ze waren verbaasd en diep teleurgesteld door het ongeloof, het diep gewortelde vooroordeel en de vijandschap tegen Jezus, getoond door de priesters en de rabbies. De eerste wonderen van de heiland sterkten de discipelen om weerstand te bieden tegen dit verzet. Niet in het minst in de war gebracht door de woorden van Jezus, zei Maria tegen de bediende: "Wat hij u ook zegt, doe dat." Zo deed zij wat ze kon om de weg te bereiden voor het werk van Christus. Naast de deur stonden 6 grote stenen waterkruiken en Jezus gaf de bediende opdracht deze met water te vullen. Dat gebeurde. Toen er wijn werd gevraagd, zei hij: "Schep nu en breng het aan de leider van het feest." In plaats van het water dat in de vaten was gedaan, kwam er nu wijn uit. De leider van het feest en de meeste gasten wisten niet dat er gebrek aan wijn was. Toen de leider proefde van de wijn die de bedienden hadden gebracht, ontdekte hij dat deze heel anders was dan wat hij eerder had gedronken. Ook heel verschillend met de wijn die bij het begin van het feest was geschonken. Hij richtte zich tot de bruidegom en zei: "Iedereen zet eerst de goede wijn voor als er goed gedronken is, de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard." Zoals de mensen eerst de beste wijn voortzetten en later de mindere, doet de wereld met zijn gaven. Wat het oog mag behagen en de zinnen boeit, blijkt vaak onbevredigend te zijn. De wijn wordt bitterheid, vrolijkheid wordt somberheid. Wat begonnen is met gezang en uitbundigheid, eindigt met vermoeidheid en afkeer. Maar de gaven van Jezus blijven altijd nieuw. Het feest dat hij voor de ziel bereidt, zal altijd voldoening en vreugde bieden. Elke nieuwe gave vermeerdert de hoedanigheid van hem die het ontvangt om Gods zegeningen te waarderen en ervan te genieten. Hij geeft de ene gunst naar de andere. Er is nooit een tekort. Als u in hem blijft, garandeert het feit dat u vandaag een rijke gave ontvangt, dat u morgen nog meer zult krijgen. De woorden van Jezus aan Nathanael laten zien hoe God handelt met hen die geloven. Door elke nieuwe openbaring van zijn liefde zegt hij tot het hart dat daartoe open staat: "Gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien dan deze." De gave van Christus op het bruiloftsfeest was een zinnenbeeld. Het water stelde de doop in zijn dood voor. De wijn was het vergieten van zijn bloed voor de zonde der wereld. Het water waarmee de kruiken werden gevuld werd door mensen aangedragen, maar het woord van Christus alleen kon er levengevende kracht aan geven. Evenzo is het met de handelingen die op de dood van de heiland wijzen. Alleen door de kracht van Christus die door het geloof werkt, kunnen zij de ziel voeden. Het woord van Christus gaf ruim voldoende voorraad voor het feest. Even overvloedig is zijn genade om de zonde van de mensen uit te wissen en de ziel te vernieuwen en te sterken. Bij het eerste feest dat Jezus met zijn discipelen bijwoonde, gaf hij hun de beker die een symbool was van zijn werk voor hun verlossing. Bij het laatste avondmaal bood hij hun deze opnieuw aan, toen hij die heilige handeling instelde waardoor zijn dood zou worden verkondigd tot hij zou komen. Het verdriet van de discipelen over het afscheid van hun Heer werd verzacht door de belofte van hereniging, toen hij zei: "Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders." De wijn die Christus schonk voor het feest was evenals dat wat hij zijn discipelen gaf als zinnenbeeld van zijn bloed, zuiver druivensap. Hiervan spreekt de profeet Jesaja als hij spreekt van nieuwe wijn in een druiventros en zegt: "Verderf hem niet, want er ligt een zegen in." Christus had in het Oude Testament Israël gewaarschuwd: "De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige. Ieder die zich daaraan overgeeft is onwijs." Hij gaf de mensen niet een dergelijke drank. Satan verleidt de mensen ertoe dingen te gebruiken die het verstand benevelen en het geestelijk onderscheidingsvermogen afstompen. Maar Christus leert ons onze hartstocht te bedwingen. Zijn gehele leven was een voorbeeld van zelfverloochening.
om de macht van de Eetlus te breken, leed hij ter wille van ons de zwaarste proef die de mens zou kunnen verdragen. Christus had gezegd dat Johannes de Doper wijn nog sterke drank zou drinken. Dezelfde onthouding had hij de vrouw van Manoa opgelegd. Hij spreekt een vloek uit over degene die zijn naaste drank zou aanbieden. Christus spreekt zichzelf niet tegen. De ongegiste wijn die hij op het feest had gemaakt was een gezonde en verfrissende drank. De uitwerking bracht de smaak in harmonie met een gezonde eetlust. Terwijl de gasten op het feest opmerkingen maakten over de kwaliteit van de wijn, werden er vragen over dit wonder gesteld aan de dienaars. Voor een tijd waren de aanwezigen te verbaasd om te denken aan hem die dit wonder had verricht. Toen ze eindelijk naar hem zochten, bleek dat hij zich zo rustig had teruggetrokken dat zelfs zijn discipelen het niet hadden opgemerkt. Nu vestigde de aandacht van de feestvierenden zich op de discipelen. Voor het eerst hadden zij de gelegenheid te getuigen van hun geloof in Jezus. Ze vertelden wat ze bij de Jordaan gezien en gehoord hadden, en in menig hart ontstond de hoop dat God een verlosser voor zijn volk had verwekt. Het nieuws over het wonder verspreidde zich in die hele omgeving en bereikte zelfs Jeruzalem. Met vernieuwde belangstelling onderzochten de priesters en de oudsten de profetieën over de komst van Christus. Er was een vurig verlangen de zending te leren kennen van deze nieuwe leraar, die zo onopvallend onder het volk was verschenen. Het werk van Christus was duidelijk verschillend met dat van de Joodse oudsten. Hun zorg voor overlevering en vormendienst had alle echte vrijheid van denken en doen versterkt. Zij leefden in gedurige vrees voor een verontreiniging. Om de aanraking met de onreinen te vermijden, hielden ze zich niet alleen van de heidenen, maar zelfs van de meerderheid van hun eigen volk afzijdig en probeerden niets te doen voor hun welzijn of zelfs om hun vriendschap te winnen. Doordat ze zich steeds bezig hielden met deze dingen, was hun geestelijke groei geremd en hun gezichtskring vernauwd. Hun voorbeeld moedigde zelfzucht en onverdraagzaamheid aan onder alle lagen van het volk. Jezus begon zijn hervormingswerk door in nauw contact te komen met het mensdom. Hoewel hij de grootste eerbied toonde voor Gods wet, bestrafte hij de schijnvroomheid van de fariseeën en probeerde het volk te bevrijden van de zinloze geboden waarmee ze gebonden waren. Hij trachtte de scheidsmuren af te breken, die scheiding brachten tussen de verschillende klassen om de mensen samen te brengen als kinderen van één groot gezin. Zijn tegenwoordigheid op het bruiloftsfeest was bedoeld als een stap in die richting. God had Johannes de Doper aanwijzingen gegeven in de woestijn te wonen, om beschermd te zijn tegen de invloed van de priesters en de rabbies en zich voor te bereiden op een bijzonder werk. Maar de strengheid en afzondering van dit leven waren geen voorbeeld voor het volk. Johannes had zijn toehoorders niet gezegd dat zij met hun vroegere plichten moesten breken. Hij zei dat ze het bewijs van hun bekering moesten tonen door trouw te zijn aan God, waar zij zich bevonden. Jezus heeft genotzucht in al haar vormen bestraft. Toch was hij van nature een gemeenschapsmens. Hij aanvaarde de gastvrijheid van alle lagen van de bevolking, bezocht de woningen van rijk en arm, van geleerde en ongeletterde, en trachtte hun gedachten van de dagelijkse dingen te richten op geestelijke en eeuwige zaken. Hij keurde losbandigheid niet goed en geen schaduw van wereldse lichtzinnigheid kenmerkte zijn gedrag. Toch vond hij genoegen in onschuldig geluk en heiligde door zijn aanwezigheid de gezellige bijeenkomst. Een Joods huwelijk was een indrukwekkende gebeurtenis en de zoon des mensen kon zich daarin verheugen. Door het bijwonen van dit feest eerde Jezus het huwelijk als een instelling van God. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt de huwelijksband gebruikt om de tedere en geheiligde eenheid aan te duiden die tussen Christus en zijn volk bestaat. In de gedachten van Jezus wezen de feestelijkheden bij de bruiloft naar de vreugde op de dag waarop hij zijn bruid naar het huis van zijn vader zal brengen en de verlosten met hun verlosser zullen aanzitten aan het bruiloftsmaal van het lam. Hij zegt: zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God zich over u verblijden.
Men zal u niet meer noemen verlatene, maar gij zult genoemd worden mijn welgevallen. Want de Heere heeft een welgevallen aan u. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met jubel. Toen de apostel Johannes het visioen van hemelse dingen kreeg, schreef hij: Ik hoorde als een stem van een grote schare, en als een stem van vele wateren, en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. Jezus zag in iedere ziel iemand die voor zijn koninkrijk geroepen moest worden. Hij bereikte de harten van het volk door zich onder hen te begeven als hen, één die hun welzijn zocht. Hij zocht hen op in de straten, in de huizen, op het water, in de synagogen, aan de oevers van het meer en op de bruiloft. Hij kwam hen tegen in hun dagelijks werk en stelde belang in hun aardse belangen. Hij gaf les in huis, waar hij de gezinnen onder de invloed van zijn goddelijke tegenwoordigheid bracht. Zijn sterk persoonlijk medeleven hielp bij het winnen van de harten. Vaak trok hij zich terug in de bergen om alleen te zijn in gebed. Maar dit was een voorbereiding op zijn werk onder de mensen in het dagelijks leven. Na deze uren kwam hij terug om de zieken te helpen, de onwetenden te onderwijzen en de ketenen van Satans gevangenen te verbreken. Jezus leidde zijn discipelen op door persoonlijk contact en persoonlijke omgang. Soms onderwees hij hen, terwijl zij op de berghelling zaten. Soms openbaarde hij aan de oever van het meer of onderweg de verborgenheden van het koninkrijk van God. Hij preekte niet zoals de mensen dat nu soms doen. Als harten geopend waren om de goddelijke boodschap aan te nemen, ontvouwde hij de waarheden die de weg tot redding toonden. Hij gaf zijn discipelen niet bevel dit of dat te doen, maar hij zei: Volg mij. Op zijn reizen door stad en land nam hij hen mee, zodat zij konden zien hoe hij de scharen onderwees. Hij verenigde hun belangen met de zijne en zij verenigden zich met hem in het werk. Het voorbeeld van Christus om zijn belangen te verenigen met die van de mens moet opgevolgd worden door allen die zijn woord prediken en het evangelie van zijn genade hebben aanvaard. Wij mogen de omgang met anderen niet schuwen. Wij moeten ons niet van anderen afzonderen. Om iedereen te ontmoeten waar hij is, moeten wij ze opzoeken waar zij zich bevinden. Zelden zullen zij ons uit eigen beweging opzoeken. De harten der mensen worden niet alleen van de kansel af door Gods waarheid aangeraakt. Er is nog een ander arbeidsveld, weliswaar eenvoudiger, maar niet minder veelbelovend. Dat is in de woning van de nederigen en in de huizen der rijken, aan de gastvrije tafel en in gezellige bijeenkomsten. Als discipelen van Christus moeten wij ons niet met de wereld vermengen uit liefde voor genot, om mee te doen met hun dwaasheid. Zulk een omgang kan alleen maar schade veroorzaken. Nooit mogen wij zonde goedkeuren door onze woorden en daden, ons zwijgen of door onze tegenwoordigheid. Waar wij gaan, moet Jezus met ons kunnen gaan. En aan anderen moeten we laten zien hoe onschatbaar onze heiland voor ons is. Maar wie hun godsdienst pogen te verbergen binnen stenen muren, verliezen kostbare gelegenheden om goed te doen. Door de dagelijkse omgang komt het christendom in aanraking met de wereld. Iedereen die goddelijk licht heeft ontvangen, moet de weg verlichten van hen die het licht des levens nog niet kennen. Wij moeten alle getuigen van Jezus worden. Maatschappelijke invloed die geheiligd is door de genade van Christus moet gebruikt worden om zielen voor de heiland te winnen. De wereld moet zien dat wij niet zelfzuchtig in onze eigen belangen opgaan, maar dat we anderen willen laten delen in onze zegeningen en voorrechten. Ze moeten zien dat onze godsdienst ons niet onverschillig of veeleisend maakt. Allen die belijden dat zij Christus hebben gevonden, moeten evenals hij werken voor het welzijn van de mensen. Wij mogen nooit aan de wereld de onjuiste indruk geven
dat christenen sombere, ongelukkige mensen zijn. Als onze ogen gericht zijn op Jezus, zullen wij een medelijdende verlosser zien en wij zullen het licht van zijn aangezicht ontvangen. Waar zijn geest heerst is vrede. Daar zal ook blijdschap zijn, want er is een kalm, heilig vertrouwen in God aanwezig. Christus is blij als zijn volgelingen laten zien dat zij, hoewel ze menselijk zijn, deel hebben aan de goddelijke natuur. Het zijn geen standbeelden, maar levende mannen en vrouwen. Hun harten die verfrist worden door de dauw van Gods genade, openen zich naar de zon der gerechtigheid. Het licht dat hen bestraalt, kaatst terug op anderen in werken, die verlicht zijn door de liefde van Christus.